Het ministerie van Volksgezondheid heeft in de afgelopen periode samen met het ministerie van Onderwijs hard gewerkt aan een goede start van het nieuwe schooljaar. Dit haalde minister Amr Ramadien van Volksgezondheid gisteren aan in het COVID-19-journaal van de overheid. De minister heeft op de eerste schooldag een bezoek gebracht aan OS Vredenburg, de basisschool die hij als kind heeft bezocht. Hij haalde aan dat er hard gewerkt is om te zorgen voor een stabiele situatie waarbij de kinderen in deze COVID-crisis toch veilig naar school kunnen. Hij wees de leerlingen erop dat de wortels van onderwijs bitter zijn, maar dat de vruchten zoet zijn. Elke dag naar school komen, ik weet het, soms heb je geen zin. Dan is die stof moeilijk, dan begrijp je het niet. Je wil niet, man, ik wil niet meer naar school. Maar dat noemen ze die bitterheid van het onderwijs. Maar wanneer je die vruchten plukt ervan, zijn ze zoet. Want ook ik heb hier gezeten op school. En ook ik ken heel veel kinderen die hier op school gezeten hebben. En iets geworden zijn in de maatschappij. Ik weet dat deze school altijd een hoog slagingspercentage heeft. Ik weet niet hoe het is geweest de afgelopen jaren. Maar ik hoop dat jullie je best doen. Ik hoop dat jullie voorzichtig zijn met elkaar. Volg de instructies op van je leerkrachten, van je vrouw en je schoolhoofd. Ina Danika Singh Ramautar, directeur van OS Vredenburg, zegt dat er hard gewerkt is om de COVID-protocollen van het ministerie zo goed als mogelijk op de school te implementeren. We hebben 2 weken terug gewerkt met de voorlopige registers. En toen al moesten de dames hun groepjes maken, groep A en groep B. Er wordt elke keer gezegd, we moeten 2 groepen hebben. Niet dat we moeten, maar groepjes van 15. Het kan ook 10 zijn, het kan ook 8 zijn. Het hangt van je lokaal af. We hebben lokalen van 7x7. We hebben ook kleinere lokalen van 4x5, dacht ik. Dus zo hebben wij dan een beetje geregeld voor de vakantie. Voordat de school zou beginnen, hebben we dat in orde gemaakt. De klassengrootte is 7x7, bepaalde van ze. Dus we hebben geprobeerd om dan groepjes te maken van 15. Ina Danika Singh Ramautar, directeur van OS Vredenburg. Zij sprak gisteren in aflevering 53 van het COVID-19-journaal van de overheid.